Van harte welkom op het 15e business event in Ede. Vanavond staan we stil bij hoe trots we mogen zijn. Op onszelf en op elkaar. Want zeg nou zelf, ondernemen is niet altijd makkelijk. Het gaat met vallen en opstaan. Het vergt doorzettingsvermogen, kracht, visie en lef. Je moet nieuwe kansen blijven zien en deze durven te pakken. Je moet niet bang zijn om te falen, maar zoveel vertrouwen hebben dat het realiteit wordt. Al 15 jaar lang bestaat het business event in Ede. Al 15 jaar lang vieren we het ondernemerschap in Ede. Al meer dan 120 genomineerden zijn de revue gepasseerd. En vanavond komen daar weer 9 nieuwe ondernemers bij. Allemaal gepassioneerd bezig met hun vak. In Ede. Een gemeente met een goed ondernemersklimaat. De danseres die u zag heet Lily en nog een keer heel veel applaus voor Lily. Welkom allemaal. Wat leuk dat u er allemaal bent op deze 15e editie. We gaan het toch anders doen dan anders en ik hoop dat u dat vanavond zult merken. Ik zei even kijken zo van, zijn er mensen vanavond die een beetje gespannen zijn, behalve dit rijtje hier vooraan, zijn er mensen een beetje gespannen? Of bent u allemaal relaxed? Wil ik ze heel graag deze kant uit hebben. En nu applaus voor de genomineerden van vanavond. De eerste winnaar bekend gaat maken. Wat is er zo bijzonder aan de categorie starters? Nou, dat zijn nog heel enthousiaste. Nou, ik hoop de anderen trouwens ook, maar in ieder geval nog redelijk onbevangen mensen. Tenminste, als ik denk aan mijn eigen start. Bent u er klaar voor? Je? Ja. Dan gaan we Sip erbij vragen. Hier is de voorzitter van de jury en die heeft dan ook gelijk de gouden envelop. De envelop gaat naar Willemien. Spannend moment, hou elkaar vast. De winnaar van de categorie starters is geworden. Ik ben onbeschaafd trots. De hele tijd gezegd, 3 genomineerden en waarschijnlijk heeft u het ook al gezien toen u stond te klappen bij de Rode Loper. Martijn Schimmel is ziek en die is ook echt ziek. Desalniettemin denkt hij natuurlijk wel gewoon mee naar de prijs beste ondernemer in de categorie MKB. En ik heb gehoord, en ik weet niet of ze er al zijn, dat zijn ouders onderweg zijn, mocht het zo nodig zijn, dat ze... Vuren, rock. Wat heeft u deze mensen te vertellen trouwens, al deze mensen? Nou ja, kijk, we wonen natuurlijk met z'n allen in een prachtige gemeente, maar dat is niet genoeg. Het gaat om de mensen uiteindelijk in de gemeente, die moeten het met elkaar maken. En wat mij opgevallen is, niet alleen hier, maar ook bij de vorige, ze hebben het ook allemaal over mensen gehad.
Waar doen we het voor? Onze klant of onze medewerkers. En dan sterven wij weer in het ethische gevoel. Het gaat niet alleen om ja, waar je woont en de stenen en de bomen, maar vooral de mensen. En die maken uiteindelijk de stad. U heeft een hele belangrijke taak, want we gaan zo meteen kijken wie van deze prachtige bedrijven zichzelf ondernemer van het jaar mag noemen. Ik heb nog één kleine vraag. Heeft u het telefoonnummer van Bridge Challenge? WhatsApp jullie? Goed zo. We gaan niet langer in spanning houden, want we hebben natuurlijk de gouden envelop van de Cirque. En die mag u doen. Dat gaan we zo snel mogelijk doen, want de mensen zitten echt in spanning. En de winnaar in de categorie grootzakelijk is Lobbes Speelgoed. Neerzetten hoor, eventjes. Een prachtig kunstwerk, daar weet u alles van. Hè? Want dat is Chico, dit is Chico, toch? Ja. Ja. Dit is ook nog een dame, Chica. Wat wil je zeggen? Ja, wat wil ik zeggen? Dat is echt zo'n momentje inderdaad. Dames, ik vind het echt fantastisch. Dus dank jullie wel. Er zit een grote groep ook van Lobbes. Mijn familie zit er. Mijn kinderen, ons gezin. En dat is de boos toe. Wij zijn ook gewoon een familiebedrijf en dat altijd in ons geloofd, altijd geduwd, altijd geholpen, opgepast. Nou ja, noem maar op wat er allemaal gedaan is. Nou, echt fantastisch. Ongelooflijk om zo'n familie om je heen te hebben. Maar ook zo'n ongelooflijke mooie club mensen die bij ons werken. Jongens, jullie super bedankt.